Kun je ook niet een paar zandzakken gewoon op je deken leggen dan? Ja. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle-age man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen. maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over Beter Slapen helpt een verzwaringsdeken voor je herstel. Een goede nachtrust is essentieel voor het herstel van een atleet. Volgens sommigen kan een verzwaringsdeken hierbij helpen. Hoe werkt dit? En is er wetenschappelijk bewijs voor? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen! Hey, Gerrit. Goedemorgen. goedemorgen. Het is weer vrijdag. Het is ja. tijd voor een feste bak koffie in onze mooie slimmer presteren mokken. Heb je het nodig? Hoe heb je geslapen? Ja, goeie vraag. Nou, beter dan een tijdje terug. Ah, oké. Okay. Ja, uh, ik heb mijn vragingsteken weer terug. Hè? En uh, daar ben ik erg uh, blij mee. Maar daar loop ik misschien al een beetje ja. vooruit op, uh, op het onderwerp van deze podcast. Want daar gaan we het over hebben. Naar aanleiding van een, uh, een tip van uh, Vriend van de Show. Als je het niet bent, wordt het gelijk op vriendvandeshow.nl slash slimme podcast. Exclusieve deals in onze webshop, korting en natuurlijk toegang tot uh, de Strava Club. Maar Hans Luijendijk is dat al lange tijd. En Hans is een hele bedrokken luisteraar. En wat ik altijd leuk vind. Hans die stuurt regelmatig via Instagram linkjes door van artikelen. Waar uh, overduidelijke onzin. of op zijn minst dingen worden geschreven. waarvan Hans denkt. Nou, moet de Slimmer Presteren Podcast dat niet eens uitzoeken? En zo deed hij dat ook alweer. Uh, nou, bijna een maand of acht geleden. 11 september 2021. vonden wij in onze inbox op uh, Instagram, slimmerpodcast. Ik gooi er nog maar één in, de verzwaringsdeken. Als het helpt bij beter slapen. En is dat zo, dan moeten we hem allemaal hebben, of niet? Vraagde ik van Hans. Ik schrijf, mooi Hans, die moeten we maar eens gaan testen dan. Heb je hem zelf ook? Nee, zegt hij, maar als je een testvaker zoekt. Uh -huh. Nou, ik heb uiteindelijk Hans niet laten testen. Maar zoals we in onze eindejaarsaflevering uh, aankondigden... Ik heb wel getest. En ik ook. Jij hebt ook getest. Dus dat gaan we bespreken. En je bent natuurlijk de wetenschap ingedoken. Ja. En uh, we hebben het artikel op Men's Health, wat Hans aan ons doorstuurde, ook uh, hier erbij. Zullen we ook in de show notes zetten? Uh, zetten. En die kop luidt: Snelle herstellen na een workout. Een verzwaringsdeken biedt mogelijk uitkomst. Daar gaan we het allemaal over hebben? Ja. Heel relevant, want uh, nog twee weken. Dan mag jij. Gaan we starten in Rotterdam, ja. hè? Ja. Dus uh, ik denk dat we nu ongeveer bijna wel bij de taper zijn. Lekker ja. rusten. Daar hoort inderdaad veel goede rust bij. En, Goed slapen. Uh, ja. 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 Dus, ja, um, je zucht er al bij. Goed slapen. Alsof dat nog een dingetje hoort. Nou ja, uh, laat maar bij je. Uh, uh, hoe slaap jij? Ja, nogal wisselend. Dus ik okay. heb. Uh, maar ja. ja nou hoort. ja, ik lees bijvoorbeeld even in de voorbereiding. Stop, 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 stop. stop. Basis hè. We hebben toch altijd een beetje ruggengraat. <laughs> Basis. Moeten we <laughs> nog even aan mensen uitleggen wat is. Een verzwaaringsdeken. Ik denk dat we eerst gaan uitleggen dat 10% van de Nederlandse volwassenen ja. heeft, heeft een slaapprobleem. Ja. En dat betekent dat zij in, uh, over een periode van een maand ja, het gevoel hebben, denk ik, dat het gemeten wordt slecht te slapen, te weinig te slapen, onvoldoende slapen, te weinig slaapkwaliteit te halen. Dus het is een serieus probleem in, uh, in Nederland sowieso. Ik denk wereldwijd. Ja. S slecht slapen, laten we het onder die noemer uh, houden. En ja. nou ja, een verzwaringsdeken kan daar dan mogelijk een oplossing bij bieden. En wat is een verzwaringsdeken? Ja, de naam zegt het al, een hele zware deken. Tussen de 6 en 10 kilo. Ja. Heb jij hem uh, getild? Ja, dat, dat, dat uh, ding wat wij getest hebben is 7 kilo in ja, naam. Ja. Want ze zeggen geloof ik een kilo per 10 kilo lichaamsgewicht. Ja, nou, het is echt een heavy, een heavy ding. Ja, voelt gek, hè, in ja. het begin? Nou, heb je hem opengeknipt? Nee. Oh, niet geduld? Nee, wat nou, zit erin? Als het goed is, zitten daar hele kleine korreltjes in van glas of zwaar plastic. Of zand zelfs, heb ik uh, gelezen ergens. Heel fijn. Dat zijn ook uh, ja, uh, zandkorrels uh, die grootte, maar van verschillende materialen. Wat in ieder geval... Het gaat er niet zozeer om dat ze klein zijn, maar dat ze ook een, een hoogsoortelijk gewicht heet. Dat, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Dat, het, dat het gewoon zwaar is. Ja. Dus, uh, en daar zit het min. Het, het moet een zware deken zijn. Dus het is niet zomaar een elektrische deken. En het moet natuurlijk ook nog een deken, deken zijn. Dus een want deken. Dus het moet een beetje kunnen ventileren. Ja. En uh, ja, vandaar die korrels. Maar die kringen, uh, kring, nou, die zijn die best denk... wel duur. Nou, toen Hans mij dit bericht stuurde, dacht ik, nou leuk, leuk, proefjes doen. Ik ga er een bestellen. Eerst de beste site die ik googelde. 200 euro. Ja. Ik dacht, nou, ik vind proefjes leuk. En donaties van vrienden van de show komen goed terecht. Dan kan je bijna een vermogensmeter verkopen, Gerrit. <laughs> nou, in ieder geval voor op je schoenen. Ja. 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 Dus ik denk, uh, dat doe ik niet. Maar toen ging ik nog even doorzoeken, doorzoeken, doorzoeken. En toen vond ik toch ook exemplaren van rond de 6, 7 tientjes. Ja. Dat is ook mooie marketing. Daar staat dan wel afgeprijsd van 160 euro naar 17. Uh, dus die heb ik uiteindelijk besteld. Ik heb er 7 tientjes aan uitgegeven. Ja. Maar ze variëren volgens mij inderdaad vanaf 6, 17 tot uh, 300. Ja, uh, ja. ja, ik heb niet goed kunnen achterhalen toen we een beetje precies keken waar dat dan in zit. Ongetwijfeld met de materialen of ongetwijfeld... Ja, maar de... of ze dat dan ook echt uh, bij de, 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 de specs neerzetten van welk granulaat, heb ik niet welke kunnen korreltjes, welk materiaal. Nee, nee. Nee. nee, en toen zijn we dus maar... Dus, dus dat is wat het... Is. Nou, ja. Jij vroeger mij: Heb jij slaapproblemen? Um, vaker genoemd in deze podcast. Ik heb sinds aflevering 62 over HRV. Word ik iedere ochtend wakker met de HRV voor training app? Ja. Dan meet ik mijn hartslagvariabiliteit als indicator van hoe uitgerust ik ben. En ik heb een paar kwalitatieve vragen, waarvan de eerste is: hoe laat ging je slapen, hoe laat werd je wakker? En hoe zou jij je slaapkwaliteit beoordelen? Ja. Op een schaal van 5, in het midden staat: oké, okay, redelijk goed. En nou, matig en slecht. Ja, uh, ik moet het. Valt me op, ik vul bijna nooit goed in. Wel trouwens, ja, dan loop ik al voor. Maar in de tijd dat ik die verzwaringsdeken gebruikte, wel af en toe. Uh, voor mij is al een goede nacht als ik daar goed redelijk in kan vullen, of uh, maar soms ook wel oké. Okay. Vul eigenlijk ook nooit matig of slecht in. Behalve als ik veel onderbrekingen heb gehad. En die heb je in het verleden wel uh, dat, ja, want je hebt bepaald referentiekader natuurlijk. Ja. Bij het invullen ja. Dus waarschijnlijk is het in het verleden heb jij wel uh, periodes gehad. waarin je, nou ja, goed sliep. volgens jouw eigen maatstaven. Ja, nou en, en, maar toen ma mat ik dat. Of, of leidde ik dat vooral af aan de hoeveelheid slaap. Ja. Uh, ik vond al heel wat. als ik gewoon mijn acht uurtjes kon draaien. Dat vond ik al heel goed. laat staan hoe dat dan ging. Ja. Nou, volgende wat je natuurlijk kan doen. is. je horloge omhouden. die dan Cies. iets zegt over hoe. Uh, welke slaapfases heb je gehad. Ook dat heb ik al een keer eerder in een podcast verteld. Ik had altijd een hele grote. Dat heb ik toen wel een tijdje geprobeerd, maar toen was gelijk het bandje kapot. Uh, nou heb ik een nieuwe, die wat kleiner is. En met deze, die durf ik wel s'nachts om te houden. Dus ja. ik, ik heb nu van de laatste twee weken, want hij is vrij nieuw data over hoe ik slaap. Laat het nou net de twee weken zijn dat ik mijn verzwaringsdeken aan jou heb gegeven. Nou, dan is het dus goed als ik hem, dat jij vanavond. <laughs> krijg ja, hem terug. Dus ja, je dus... hebt nu een controle eigenlijk. Uh, ja, want dan toch maar dat gelijk even weggeven. Ik ben uh, rond de kerstvakantie met die verzwaringsdeken begonnen. Ik moest daar één, twee nachten heel erg aan wennen. Ik ah, gadverdamme. Uh, en vrij snel. Ja. Oeh, dit is lekker. En mijn <laughs> eerste gevoel, ja. perceptie, RPI. Was dat ik dacht, het voelt alsof ik in bed ga liggen en op een gegeven moment in slaap val. Niet per se heel veel uh, moeilijker of makkelijker dan normaal, maar dan val ik in slaap. En dat ik gewoon in één ruk, volgende ochtend word ik wakker, daar zit niks tussen. Ja. Dat was mijn beleving. Wat mij ook een beleving geeft van beter slapen. Ja. Want je hebt Tuurlijk, natuurlijk ideeën, als jij ja, je niet hoeft te woelen of om te draaien. exact. Of, uh, exact. Zit te denken, daar kan laat ik dus helaas nog niet ja. met de horlogedata okay. verifiëren. wat ik wel kan verifiëren uit de twee weken nu zonder verzwakingsdekken, omdat jij hem had, dat ik één, voor mijn gevoel veel onrustiger slaap, meer woel, ja. en inderdaad het horloge wat nu meeloopt zegt mij ook iedere ochtend je hebt een lange, want mijn uren zijn nog steeds goed, maar onrustige slaap ja. gehad. en hij meet dan drie fases: hè, rem, licht en diepe slaap. Ik kom niet in diepe slaap. Ik heb meestal zeven tot tien minuten diepe slaap in de nacht en verder niks. Ja, maar dan hopen we dat dat horloge ook wel goed genoeg exact. is. Om... Ik denk daar ergens nog, kan dat horloge ja. dat wel meten, maar ik ben dus razend nieuwsgierig. En ik zal daarover op onze social media kanalen rapporteren later. Of nou, als ik nu weer twee weken met die deken ga slapen, ja. of ik dan wel ja, diepe nee. slaap zie. Zeker. En daaromheen heb je natuurlijk te maken met uh, ja, misschien wat stressoren in je leven. Nou dat is het andere uh, probleem. Je hebt over een tijdje een marathon die je toch uh, netjes wil uh, ja. uh, afleggen. Ik noem eens wat. Of met ik vind weet. het heel moeilijk natuurlijk om de effecten te ja. isoleren. Want de. Want, oh nou, toch even. In mijn hartslagvariabiliteit. Ja. Die zie ik in die periode dat ik de verzwaringsdeken ben gaan gebruiken. Naar nou waarden gaan zo hoog als ik ze nog. Niet gezien heb. Oké. Okay. Dus ik krijg daar meestal de afgelopen uh, negen maanden, hè, dus het laatste deel van 2020... Zo laag, denk ik dan. Als... Nee, ja, dus hij geeft een soort score. Ah, okay. Ja. Uh, en die was meestal gemiddeld uh, rond de 8, geloof ik. Ja. Met uitschieters naar 6,5 en, en aan de bovenkant naar 8,7, 8,8. In januari dat ik met die deken liep, ging ik richting de 9. oké. 9,5. Ja. Hoger dan ja. ooit. En hoog is goed in dit geval. Ja. Maar, daar komt ie, ja, in die maanden daarvoor heb ik kei en kei en keihard gewerkt. En in januari ja, ja. was ik eindelijk eens een keer een soort van vrij. Ja. Dus mijn work-life balance is natuurlijk ook totaal anders. Dus dat vind ik toch moeilijk om te isoleren. Nou ja, als die deken, uh, ik geef hem graag aan jou. Ik hoop dat het werkt. Misschien is het placebo. Hey, want jij hebt er ook mee geslaagd. Ik heb er ook maar, ja, maar mijn verhaal is totaal anders. Ik uh, zeul hem naar boven. <laughs> Leg hem neer op bed. Uh, ja, ik heb ook nog een partner die naast mij slaapt. Ja, heb ik ook, maar wij slapen altijd al met uh, ieder eigen dekbed. Oké, okay, nou in, in ons geval heb ik eerst, uh, hebben wij besloten, ah, kunnen we beide van profiteren? Dus daar hebben we misschien een. <laughs> Ze hebben hem ge... dwars Ja. Um, nou, ik vond de eerste nacht, dat zul je ook hebben, ik vond hem ontzettend wen. Ik vond hem ook een beetje warm. En, uh, ja. Ja, ja, dan moet en een denk, dekentje wat, af. Wat moet dat ding daarboven? Ja. Nou, ja. Nou ja, de tweede nacht, uh, die heb ik niet eens gehaald. Want mijn vrouw de volgende dag begon een beetje uh, keelpijn te krijgen. En uh, een positieve coronatest uh, volgde daarop. Ja. Uh, ja, de rest van die, uh, die week of tien dagen ben ik apart gaan liggen eigenlijk. Want die corona heeft bij haar nog heel lang... Alles voor de opnames, gehad. hè? Jij wilde jezelf natuurlijk niet besmetten. Ja. ja. En, en zij heeft uh, met corona onder die deken uh, gelegen. Ja... Ik kan nou niet zeggen dat zij vrolijk elke dag wakker werd en zei van, nou, ik heb heerlijk geslapen onder die deken van je. Dus daar speelde nog wat anders doorheen. Ja. Dus uh, ik kan daar eigenlijk te weinig uh, over zeggen vanuit mijn Anders eigen perspectief. Anders dan die ene nacht dat je dat zelf had. Dus ervan. ik heb het maar gedaan, toch met uh, wat uh, de Wetenschap. wetenschappelijk uh, literatuur. Nou ja, ik denk nou, dat we daar maar eens moeten beginnen. Ja. Ja. Zullen we even dat artikel Menshelden nog bijpakken? Wat Hans doorstuurt. Ja, dat is goed om te kijken wat zij wat dan, zij dan zeggen. En dan kun ja. jij dat valideren. Goed. Um, waarschijnlijk, hebben we hier ook vaak gezegd, schrijven ze. Wist je al dat slaap de beste remedie is tegen spierpijn? Kwam ook uit onze aflevering 2 hè? Echt herstelbevorderend is ja. goed slapen. Als je een stap verder wil gaan, kun je ook een verzwaringsdeken proberen. En dan komt die volgende paragraaf. En daar gebruiken ze een hoop moeilijke woorden. Dat zou je wetenschappelijk kunnen veronderstellen. Zij schrijven: Door het knuffelgevoel. wat je van zo'n deken krijgt. stijgt het serotonine. en het melatoninegehalte in je lichaam. Twee belangrijke hormonen. En daalt ondertussen het cortisol. je stresshormoon. Dit zorgt voor betere slaapkwaliteit. wat ook weer bijdraagt aan spierherstel. Daarnaast zou het slapen onder een verzwaarsdeken meer druk op je spieren uitoefenen. Net zoals bij foamrollen het geval is. Met andere woorden, je hebt wel de voordelen van het foamrollen, maar zonder de martelpijn, schrijft de mensheld, Zal ik nog maar even zeggen. Um, Heel interessant. Ja, de verder, martelpijn. Ja. Ja, verder uh, staat hier niks van bronvermelding. Nee. Geen wetenschappelijke studies of wat dan ook. Maar dus, daar ben jij eens in gedoken. Ja, nou ja, even, uh, waar zal ik beginnen? Ja, kijk, het, ik vond het wel interessant om te leren wat is nou het idee. Uh, hoe is iemand gekomen op het idee van moeten zware deken? Ja. Kan wel eens tot uh, ja, beter slaapgedrag leiden. Ja. Uh, dan moeten we terug al uh, naar de jaren 60, 70 vorige eeuw. Er heeft een, uh, een Amerikaanse bioloog, slash veearts of dierengeneeskundige, zijn dame. Die ik uh, gooi het filmpje op de show notes. Die was, uh, nou ja, die was en enerzijds met met met, met paarden bezig en uh, koeien met vee. Anderzijds was zij autistisch, zijzelf ja. ja. En uh, zij heeft die uh, zij kwam erachter dat als zij uh, het vee moest uh, gevaccineerd worden, zij hielp toen op een boerderij of zo. En uh, toen merkte ze als die uh, dieren in een soort ja, kooi uh, werden gestopt. Kooi klinkt een beetje alsof ze opgesloten werden, maar gewoon eigenlijk. Ja, erg beschermd tussen in ieder geval uh, twee zijkanten die, die op zich open waren. Ja, dan waren die dieren een stuk rustiger voor die vaccinatie. In plaats van als je ze gewoon ja, wilde beet pakken en dan die prik geven. En uh, van daaruit dachten ze, hey, misschien is het wel ja, fijn om druk uit te oefenen. Of uh, op een bepaalde manier iemand, nou, een dier, ja, te omhelzen in dit geval. Voelt ja, een dier zich daar prettiger onder, waardoor het minder stress beleeft, in dit geval bij het vaccineren. Maar misschien kan je dat ook doortrekken in bijvoorbeeld het gevoel dat zij had bij als iemand haar knuffelde. Ah. Want zij zei, ja, ik wil best geknuffeld worden, maar niet door een persoon. Daar heb ik gewoon, uh, nee, dat, dat had te maken met haar autisme. Wel... Ja, klopt. Ja. Dus uh, ja, waarschijnlijk misschien bepaalde personen, maar zij merkte te vaak weerstand als iemand uh, te dichtbij kwam. Daar is hij eens over na gaan denken en dan heeft hij de huckmachine uh, ontwikkeld. En uh, die wordt inmiddels ingezet uh, voor mensen met autisme. ADHD wordt ook wel eens genoemd. Ja, en het staat op dat filmpje. Ja, het ziet er uh, over martelwerktuigen ja, uh, Ik heb het filmpje ook uit. even bekeken. Ja, het, is, het, het is eigenlijk heel simpel. Houten stelages met ja. kabels en scharnieren. Ja, en eigenlijk met, met twee houten zijkanten met kussens daar ja, wel op. Zachte delen. En iemand gaat dan op zijn, ja, die te veel prikkels heeft gehad, daar gaat het natuurlijk om in dat geval. Uh, ja, dat heeft natuurlijk te maken, autisme, ADHD, zonder dat ik überhaupt een expert ben met uh, problemen uh, met het verwerken van prikkels. Mm -hmm. ja, en in dat geval kan iemand tot rust komen, is het idee van die huckmachine. Door geknuffeld worden, maar ja, dus niet door een persoon, want dat kan juist uh, het erger maken. Maar wel zo'n machine, omdat op dat moment, ja, die, de, degene die overprikkeld is, gaat erin liggen op zijn buik. Ja. En dan heeft hij zelf een hendel voor zich, waarmee hij eigenlijk die twee zijkanten kan sluiten. En op die manier, ja, komen zich die naar een elkaar soort toe. knuffel geeft. Ja. Komen die, die kussens die gaan naar, nou, naar dat lichaam toe, die drukken dat lichaam samen, gecontroleerd. En ik denk dus dat het twee dingen heeft. Aan de ene kant van ja, het, uh, uh, die extra druk die voelt als een knuffel. En de tweede, dat de, de persoon zelf het helemaal kan controleren. Hmm. Dus die kan die hendel aantrekken, weer loslaten als het te veel wordt, als je er geen zin in heeft. En dat is dan waarschijnlijk de meerwaarde erin. Maar ja, zij. Het wordt in, volgens mij nog steeds wel ingezet in bepaalde ja, vormen om mensen rustiger te krijgen. Omdat ze op die manier... Uh, en het idee daarachter is ook van, uh, dat juist die mensen baat bij hebben als er een extra prikkel wordt aangeboden. Als een soort afleidende prikkel. En in dit geval is het extra druk op het lichaam. Nou ja, je, kijk, knuffelen doet zeker wat... En doet ook wat op hormonen. Zij hebben het hier over serotonine, melatonine in dat uh, artikel. Ja. Ik ken het knuffelhormoon als oxy oxytocine, wordt vaak uh, beschreven. En, en andere innen? Okay. Ja, ja, maar er zijn genoeg... Uh, er zijn natuurlijk studies gedaan als mensen, ja goed, in, of in groepen leven of bij elkaar of juist geknuffeld worden. Daar kan je natuurlijk van alles meten aan, aan het bloed, van ja. wat daar verandert. En in ieder geval oxytocine springt daaruit. Waarschijnlijk die andere dingen ook wel. Het is wel cruciaal of het daarbij uitmaakt of je geknuffeld ja. wordt door een ander mens. precies. Waar iets heel ja. sociaals ook in zit. Ja. Of door een mechanische druk. Nou, dus ik uh, knuffelen kan zeker uh, hormoonspiegels veranderen. En uh, dus de, de knuffelhormonen omhoog en het stresshormoon cortisol in dit geval omlaag. Daar geloof ik zeker. Mm -hmm. Maar knuffelen door een hukmachine, slash een verzwaringsdeken. Nou, die studies zijn zeker. Ik zie jouw alleen zeer sceptisch ja, omhoog gaan? Die, uh, die heb ik niet gevonden. En daar ga ik vanuit dat dat nu niet gebeurt. Dus, dus misschien kun jij in het vervolg ook een beetje bloed bij jezelf afnemen naar het klinisch, <laughs> klinisch chemisch uh, lab sturen. Om ja. daarachter te komen. Ja. Dus ja, jij, jij, jij noemt het al. Ja, is het dezelfde manier als knuffelen door een persoon? Nou, het is toch wel even anders. Dus, maar dat is in ieder geval, er is wel een gedachte achter geweest. Alleen inmiddels heb je dus uh, te maken met uh, de commercie. Want volgens mij zijn er al 15 à 20 aanbieders van, van die dekens. Nou, het, het zal zijn omdat het, fe, het fenomeen als je een rode auto koopt, ja. zie je opeens overal rode auto's rijden. Maar ik heb nog nooit zoveel... Matrassen, deken, kussen, slapenvorderende reclames gezien ja. en gehoord. Als in de afgelopen drie maanden. Wat ja. is aan de hand? Ja. Nou, er zijn wel. Nu, ik las een stuk in de Volkskrant NRC. Ja, waar eigenlijk ook hier wordt op, uh, op ingesprongen: van als zijn, hey, we zien een, een toename in de verkoop van. En dan heb je aan de ene kant de verkoper, of degene, de importeur of iemand die, uh, die, die ermee begonnen is en die laaiend is. En inderdaad, zegt nee, ik slaap er beter door. En, uh, en dan de andere kant, een wetenschapper, een slaapwetenschapper vaak die zegt. Ja, ik, uh, ik ken geen studies of er zijn te weinig onderzoek gedaan om. Dus daar hangt het een beetje tussen. Van, uh, ja, dat geeft eigenlijk de, de, de staat van, van de wetenschap op dit moment aan. Ik, ik kwam bijvoorbeeld een review tegen. Die gekeken heeft hoeveel studies zijn er überhaupt gedaan op dit gebied. Ik kwam uit op 5 A. En dan is het gebied specifiek verzwaringsdekens of ja. slaapbevorderende. Nee, ja, ja uh, uh, precies, verzwaringsdekens. En dan, dan ga je al hoe ga je op slapeloosheid of op angst? Ah, en niet per se op slaapkwaliteit. Nee, en, en vooral niet bij sporters of bij uh, gezonde mensen. Vaak denk ik uh, toch uit Slash ADHD. Uh, in die, die groep, kleine studies. Nou, wat zij voorzichtig melden: zij ja, er zijn wel aanwijzingen dat in bepaalde settings, bepaalde context en bij bepaalde populaties, bepaalde groepen mensen, een ver verzwaring kan helpen uh, voor uh, een vermindering van angst, angstgevoelens, anxiety. Okay. Maar wat betreft slapeloosheid, nou daar konden zij, durfden zij helemaal geen uitspraak over te doen. Ik zag wel dat er bijvoorbeeld een studie nu in Zweden Wel zijn. Terwijl ik, wat me daar wel enigszins in verbaast is, het zou toch relatief makkelijk onderzoek moeten zijn om hè, in, in die slaapcentra, hè, wij in aflevering 31 met Casper Jans hebben het uitgebreid over slaap gehad, mm -hmm. daar kun je toch gewoon iemand s'nachts... Onder een camera laten slapen en meten hoeveel ja. ze bewegen. Je zou toch redelijk makkelijk moeten kunnen meten. Ja. Slaapt iemand onder een verzwaagd rustiger ja. dan iemand die er niet is? Ja, heeft? ik denk ook wel dat er. Kijk, want uh, nou, de geëikte therapie nu voor mensen met slaapproblemen is, is toch ja, echt, uh, slaaptherapie. Of dat is vaak cognitieve uh, therapie. Ja, geest tot rust brengen. Ja, uh, want. Geneesmiddelen worden ook wel eens voorgeschreven, bijvoorbeeld mel melatonine is, is ook daar een van, maar dat, daar, zijn, daar, daar is eigenlijk niemand uh, prat op om dat te doen. Dus ik denk zeker dat dat misschien wel momenteel gaande is, alleen dan moet je het wel heel netjes uitvoeren. En ik denk de manier waarop het nu gedaan is, is bijvoorbeeld met enquêtes. Dus nee. uh, Zweedse studie die uh, hebben ouders van kinderen met uh, ADHD. Hebben ze gevraagd? Eigenlijk, uh, de helft heeft die deken gehad, de andere helft niet. Nou, uh, kunnen jullie dagelijks even aangeven: van uh, hoeveel uur heeft je kind ongeveer geslapen? Uh, hoe zijn ze vandaag? Hun stemming? Nou, en dan was het wel gematigd positief. Dus die ouders hadden ook het gevoel dat. Het hielp. Ja, en nu is die Zweedse, die Zweedse groep, die is een beetje wel aan het trekken, die, zijn, uh, die hebben nu uh, officieel aangekondigd dat ze met een een, een placebo-gecontroleerde studie bezig zijn. Misschien wel dubbelblind denk ik. Alleen jij ja, hebt te maken, ja, dan heb je ook nog, uh, wat is je placebo? Ja, dat is een, precies een deken met dezelfde uh, kleur, geur, maat, noem maar op. Maar, maar niet het gewicht. Nee, precies. En dan, uh, dus dan, dan ga je natuurlijk, dan gaat het erom dat mensen een speciale deken krijgen. En dan denken, hier ga je beter van slapen. En dan gaan ze checken of dat inderdaad zo is. Misschien de controlegroep krijgt de uitleg helemaal niet van. Nou, we willen weten of dit überhaupt beter werkt. De anderen van, ja, dit hier ga je beter om te slapen. Nou, dan kunnen ze allemaal heel netjes doen. Ja. Maar dan weten we, denk ik, over een, een jaar wat de uitkomsten daarvan zijn. En nogmaals, zij gebruikt echt alleen maar nu voor kinderen met uh, ADHD. Ja, dus jij zegt eigenlijk ook in het hele sportdomein, voor zover jij. Ja deze maand kan vinden... zijn er geen studies die specifiek... à la wat de, de mensheid suggereert... voor het sportherstel... Weet zo, dus, nee. dus wat hier gebeurt is... hé, hey, dit is een instrument wat lijkt te werken... daar en daar. Dan zal het waarschijnlijk hier ook wel ja. werken. En, en, en dat is natuurlijk de definitie... van slapeloosheid. Hè? Want dit zijn denk ik... die kinderen hebben echt wel slaapproblemen. Ja. En die 10% Nederlands waar ik het over had... dat zijn ook serieuze slaapproblemen. Wil niet zeggen dat uh, de gemiddelde sporter, jij uh, om te beginnen, uh, ik ook, uh, maar ook topsporters, halen gewoon hun uren slaap niet. En Kasper Jansen, uh, die uitzending met hem, vertelde dat ook al. Die heeft destijds onderzoek gedaan bij Team NL. Ik kwam nu een uh, Australische studie van uh, dit jaar tegen. Die hebben echt 175 topsporters. Hebben ze dat nou, proberen serieus te onderzoeken en uh, nou, gevraagd van aan iedereen... Uh, enerzijds, hoeveel uur slaap heb jij nodig? Hmm. Meestal weet je dat wel ongeveer. En aan de andere kant, geïnstrueerd of geïnstrumenteerd, inderdaad, met uh, een, een band om de pols om eigenlijk op die manier achter te komen wat nou het echte slaapgedrag is. Uh, gekeken hoe laat mensen dan in slaap vielen, hoe vroeg ze wakker werden. Ja, en dan zit er toch een serieuze uh, afwijking in het aantal uren wat een sporter nodig heeft. On, ongeveer acht, iets meer dan acht was het. 8,3 en dan gemiddeld genomen halen ze slechts die groep topsporters, Australisch. Honden, uh, die, die halen het maar 6,7 uur. Dus hmm. Die zitten daar een uur, ja, een uur slaaptekort te, uh, per, per dag eigenlijk. Ja, en zij zeiden van die 175 waren maar 3% die echt het aantal uren haalde wat zij nodig dachten te hebben. En dat is bepaald aan de hand van? Nou, dus eerst gevraagd, hoeveel heb je ongeveer nodig? En dat weet ah, je. Ah, dus ge zelf gerapporteerd. Ja. Dus je hebt zelf bedacht, ik heb, hè, want iedereen is er anders in. De een zegt, ik kan met 7 af, 8, ja. 9. precies. Oké, okay, dus dat hadden ze opgeschreven. Ja. En vervolgens keken we. En dat was je? gemiddeld 8,3. is dus natuurlijk variatie. Ja. En ja. dan echt gekeken, hoeveel haal je? Ja, 3% haalde dat. Maar uh, die, uh, ja, meer dan, dan 50% zat gewoon uh, meer dan een uur uh, tekort eigenlijk. En dan hebben ze nog netjes, want het waren allemaal groepen uh, sporters met elkaar vergeleken. Triatleten uh, die hadden het echt wel uh, zwaar. Want die stonden allemaal stevast om zes uur s ochtends op. Dat, ja, dus, om die extra training er ja, in de ochtend nog even dus uit te Dus dat speelt daar ook. Dat dan is er waarschijnlijk zwemwater beschikbaar. En, uh, ja, en, en, en vroegst naar bed gingen de mountainbikers, kan ik maar in het laatst gingen ja, de rugbiers. En uh, nou ja, op die manier hebben ze een beetje onderscheid proberen te maken. Maar de, ja, de boodschap was duidelijk: hé, hey, topsporters. Uh, ook, ook jullie. Let op, jullie uh, halen je uren slaap niet. Nee. En uh, we weten hoe belangrijk herstel is voor, uh, ja, voor een topsporter met name. Maar eigenlijk voor iedereen, voor alle sporters. Dus uh, ja, dat is toch wel een dingetje wat... Uh... Haal jij uh, je uren slaap? Uh, wat heb je nee. nodig als jij zou moeten invullen? Ik, uh, nou idealiter uh, denk ik acht uur. Ja. Haal ik niet. Nee. En ik merk ook, uh, maar dat is ook wel een gegeven, vanaf een bepaalde leeftijd dan uh, komt er, uh, nou ik slaap goed in, gelukkig, maar ik denk rond drie uur, uh, dan moet ik er even uit en dan ga ik terug en dan slaap ik niet vanzelfsprekend weer meteen in. Dan kan het best een uurtje of anderhalf uur. Ja, wakker zijn. Maar dan is mijn, denk ik, mijn plus dat ik niet meteen denk: oh jee, dit gaat niet goed. En ik moet morgen zus en zo en ik moet bij Gerrit uh, op de podcast. Scherp zijn. Of, <laughs> ja. Nee, dan denk ik: ach, uh, je, ik kan ook prima. Je weet dat je uh, ook een keer met, met vier uur uh, uit de voeten kan. En uh, nou ja, dan uiteindelijk denk ik, daar om vijf uur toch wel weer wat. Uh, twee ja. uurtjes erbij halen ja, ja. nee ja uh, dus het is ook maar dat is denk ik waar iedereen het over eens is hoe gek ik laat je jezelf maken ja en, uh, maar ja vandaar goed. natuurlijk ook nu de hose aan uh, ja. calmness apps en ja. slaapmeditatie ja. apps en uh, ja. weet ik het allemaal ja. Ja. hey voordat we zo verder gaan we staan straks nog even zoomen met Vroemen vragen of hij nog wat tips heeft misschien zo nog even de conclusie maken over de tekenen. Um, deze aflevering is vrij spannend... want wij hebben inmiddels een vaste partner... die herstel ook heel belangrijk vindt. Doet ook van alles met slaap. Daar hebben we het niet expliciet nee. over... maar we hebben wel voor hun een mooie hersteltip opgenomen deze week. Slimmer presteren gaat natuurlijk ook over slimmer bezig zijn... tussen je trainingen door. Oftewel herstel. Daarom brengen wij om de twee weken een korte, snelle hersteltip... powered bij onze partner Blackroll. Deze week hebben we het over het effect van één uurtje extra slaap op je sportprestatie. Jurgen, wat zegt de wetenschap hierover? Nou, wist je dat Franse onderzoekers vonden dat één week lang een extra uurtje slaap er al voor zorgde dat proefpersonen langer hun beenspieren konden aanspannen tijdens hun gecontroleerde test? Nee, interessant. En hoe gebruik ik die kennis praktisch om deze week goed bezig te zijn met mijn herstel? Nou, blijf niet hangen in je vaste slaappatroon. Een uurtje extra blijven liggen kan wonderen doen op je herstel. Powered by Blackroll. Ja, toch even. Want uh, nou, wij proberen de gesponsorde content... en de inhoud van de podcast radicaal te scheiden. Toen ik uh, met Patrick van Blackroll uh, het had over deze samenwerking... zei hij, ja, wij hebben ook veel slapen voor de producten. Ik zei, oh leuk, we gaan binnenkort iets doen met de verzwaringsdeken... Maar zij zitten dan weer heel ergens anders. Zij hebben het over bloedomloopstimulerende dekens. Ik moet dan meteen denken aan Tom Brady met zijn bloedstimulerende pyjama, ja, maar, toch? Hebben we ja. wel eens over gehad ja. in die aflevering 2. Dat is dan weer een heel ander principe ja. of zo, hè? Ja, nou ja, ik moet even denken aan het Men's verhaal, waar ze dan zeggen op het eind van dat je ook druk op de spieren uitoefent. Ja, dat oefent. lijkt mij toch nee, sterk. Nee, als, dat... ik, als ik wel eens nu foamrol, ja. want dat doe ik nu... Uh, dat voelt toch heel anders dan wat die verzwaaringsdeken ja. doet? Nou, kijk, ik, uh, we hebben het erover gehad. Uh, er wordt natuurlijk bij het herstel altijd geroepen van ophoping nog van afvalstoffen. En dat daarom het belangrijk is om uh, ja, zeg maar de, ja, de bloeddoorstroming op gang te houden. Ja. Ja, dat kan eventueel nou ja, ofwel roller of gewoon een actieve cooling down. Ga niet in een ijsbad zitten. Maar dat heeft ook te maken natuurlijk met de adaptatie van de spieren. Ja. Nou ja, ik, ik ken dat niet. Maar er zijn natuurlijk wel mensen die volgens mij uh, wakker worden met een, uh, een slaperige arm of been. Of ah, ja, dat je erop gelegen hebt. Ja, ja daar heb ik ook wel eens gehad. Dus uh, misschien is er een categorie mensen die daar meer last van hebben. Uh, ja, dat het op die manier. Ik heb niet het idee dat bij mij inderdaad het. Uh, ja, maar ja, misschien bijvoorbeeld of ja, dat je toch spataderenachtige dingen of afwijkende, dat het dan handig is om uh, om ook die uh... Ja, de bloedcirculatie op gang te houden. Ja, nou, ja. dat is misschien voeren voor een andere aflevering. Ik vind, uh, Terug nou, naar de verzadingsdeken. Ja, nou, volgens mij ja. wat het doet, maar dat is nogmaals NS1. En het, nou, we zijn er maar ja. gekomen hoe moeilijk dat is om dat te onderzoeken. Want er zijn zoveel andere factoren. Als ik moet beredeneren wat er bij mij gebeurt. Die deken die geeft inderdaad een onnatuurlijke druk. Dat is ook, hij went ook. Ja. Dus in het begin was ik echt geïntimideerd. En lag ik <laughs> echt zo plat eronder. En volgens mij is dat wat het doet. Hè. Het, ja. het, het ligt dat onrustige lijf gewoon... Brrr, in het bed. Waardoor je inderdaad blijft liggen en gaat slapen. Het is het idee van het uh, inbakeren. Ja, ja. Hebt natuurlijk. Uh, ja. ja, daar was ik wel fan van, bij mijn uh, kinderen. Maar dat was meer van. Omdat ze zichzelf anders uh, met die nageltjes krabben en zo. Ja. ja. En, nee, dus uh, volgens mij is dat het. Je wordt gewoon rustig doordat je neergedrukt wordt. Ja. In het begin, het is ook zo grappig, het is natuurlijk als je je bed opdekt. Maar ook ik, ik doe s'nachts vaak nog wel wat met mijn benen. Weet je wel, dat je een keer zo die flap omschuimt. Ja. Of juist ja. nog een luchtgat maakt als het ja. wat te warm is. <laughs> De, in het begin, dat gaat natuurlijk nee. totaal niet. Hè? Nee, dat is loodzwaar. Maar misschien zit daar een soort trainingseffect. Ik merkte wel, na drie, vier weken, begon ik dat toch alweer weer te doen. Ja. Dus dan kon ik dat ook met zeven kilo wel weer een ja. beetje in beweging krijgen. Dus misschien zit nee, er ook dat, wel een soort. Ja. ...gewenningseffect aan. Maar dat is ook wel grappig. Juist. En in de volkskrant NRC... Die, ...die verhalen dan waarbij de... ...ja, de wetenschappers ook hun... Uh, ...licht erop laten schijnen. Ja, die... ...die zeggen, ja, uh, ...baat het niet, schaadt het niet. Nou, zei ze... ...ja, er is wel eens iemand... ...ja, ik lag erom, maar dat moet ik... ...niet doen. Er is dus, dus iemand... ...een kind... Ja. Is schijnbaar uh, gestikt. gestikt eronder. Staat ook wel heel groot op ja. de verpakking. Houd dit weg bij kinderen. Maar um, waar zij met name hun boodschap is: dat het, je kan er gaan, aan gaan wennen. En dan ja, op een gegeven moment niet meer zonder kunnen. En ik merk <laughs> dat bij jou al na twee weken, Gerrit. Dus. Ik, uh, ik heb het idee dat dat bij mij wel een beetje aan de hand was. Ja. Ja. Dat, ik, dat ik inderdaad was gewend geraakt aan dat. Ja, toch een beetje knuffelende, en, onpakkende ja. gevoel. En toen moest ik dat ding aan jou meegeven. Ja, en toen, je wou uh, het bijna niet aan me geven. Nee, geweest, en toen uh, ja, was het uh, inderdaad allemaal heel licht en fluffy. Ik mis ja. hem wel. Ja. Ja. Ik ben blij dat hij weer thuis ja, komt vanavond. Uh, straks ga je op vakantie of een weekendje weg. Ja, dat is of, dus een risico uh, hè, voor ja. de reizende atleet. Ja. moet je of zeven kilo in je bagage. Nou, dat kost een vermogen. Nou, daarom ben ik ook heel benieuwd van uh, atleten die hem gebruiken. Ja. Uh, reageer alsjeblieft. Ja, een uh, vriend van de show Remco ja. uh, gebruikt hem, Remco Renes. En die zei, ja, ik vind, ik vind het heerlijk. Ja. ja, ook niet meer dan dat. Nee, precies. Maar, maar zei, hoe doe je dat ook. als jij een keer in een hotel zit zonder die deken? Of, uh, ja. of wordt dat inderdaad de norm dat uh, bij hotels dat gevraagd wordt van tevoren? Hoeveel kilo? Ja. <laughs> ja, de keus van. Ja, ik ben heel benieuwd welke ontwikkeling dit gaat. En ik ben ook heel benieuwd dat punt wat jij zegt: ja, dit is allemaal prima te meten met camera's, met uh, activity trackers, et cetera. T nou ja, dat is gewoon de volgende stap: gedegen onderzoek. Ja of het echt uh, die slaapkwaliteit... behalve de, de kwantiteit de kwaliteit... ook uh, uh, kan bevorderen. Nou, ik ga er weer onder liggen. Ik heb inmiddels uh, uh, slaaptracking op in mijn pols. Dus ik zal eens even rapporteren... of ik nu de komende twee weken meer diepe slaap zie. Hou daarvoor onze social media kanalen... slimmerpodcast in de gaten. Um, de vraag in onze podcast is altijd... en nogmaals, ik ga nog niet afsluiten. Zo nog zoomen met voeren, ja. maar die zei al... ja, ik weet er niks van. Dus dan gaan we het gewoon over slaaptips hebben. Um, Zinvol of onzin? De verzwaringsdeken, zinvol of onzin? Ja, dan moet ik op dit moment zeggen onzin. Omdat. Omdat, omdat één. Je er kan is, er geen wetenschappelijk bewijs nee. voor vinden. En ten tweede, ja, ik, mijn, persoonlijke, mijn persoonlijke ervaring. Ja, die was nou niet echt perfect. Een nee. vrouw die corona krijgt. Maar die voor en, mij wel, hè? dus ja. dat mogen we natuurlijk niet doen. Nog nee, precies. NS1. Dus. Nee. Nee. nee, als we puur afgaande op de bestaande wetenschappelijke studies. Uh, Kunnen we dat nu nog niet ja. onderbouwen? Ja. Dat is waar we nu zijn. En, en uh, daarbij ook het... Uh, ja, dat zit toch wel een prijskaartje aan. Dus, nou, nou ja. dat is in ieder geval een belangrijke tip. Als je hem koopt, even doorgoogelen. Want je kan uh, significant goedkoper uit zijn. Uh, niet op de eerste gebedste. Ja, hij is die net zo goed? Ja, dat weet ik dus ja. niet. Nou, ik vond hem prima. <laughs> dan gaat nu vast de fabrikant ja, ja, reageren. En vanavond krijg je hem, Gerrit. En ga jij weer <laughs> lekker slaan. Ja, heel okay. We gaan zoomen met vroemen We gaan zoomen. Guido, goeiemorgen. Goedemorgen, Guido. Goedemorgen, Goedemorgen, heren. Lekker geslapen? Ja, ik slaap eigenlijk heel vaak heel lekker. En, ah. en beschrijf jouw bed eens, zeg maar. Vooral met name de deken die uh, bovenop jou ligt. Als er, een... als er een deken ligt, natuurlijk. Ja, ik heb echt een topbed. <laughs> Leg uit. <laughs> Zit je ja, op een hoogslaper? Is... Nee, 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 nee. Het is een bokspring. Uh... Uh, en uh, daar zit zo'n topdekmatras op. En uh, ja, afhankelijk van uh, hoe warm het is in de zomerlichtrijden, heb ik eigenlijk niet, uh, alleen maar een lakentje. Of misschien nog niet eens, als het te warm is. En in de winter gewoon een, uh, uh, een uh, donze dekbed. Ja, hoe zwaar is dat zeggen? dekbed? <laughs> ja, dat is niet wel. Dat is niet zo heel zwaar. Het is niet dat je daar denkt: daar word ik echt door uh, gedrukt. Nee geen, nee, geen 6 tot 10 kilo. Nee. 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 nee, dat gaat het niet redden. Okay. Nee. Dus uh, wij zitten uh, al een uh, hele poos te praten over slaap. Uh, we slaan allerlei zijwegen in, want ja, over die verzwaringsdeken kwamen we al achter. Er is niet zo heel veel wetenschap te vinden nog. Uh, we hebben er allebei een beetje ervaring mee. Ik begrijp dus ook hieruit, Guido, zelf geen enkele ervaring met zoiets. Ken je mensen die een verzwaringsdeken hebben? Uh, jou, jij? Ja, Jij? Ja, behalve ik. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, dat is, voor de rest nee, nee, maar nee, ik ben wel benieuwd weet je, ik vind het wel interessant om, nou ja, in ieder geval eens te horen en uh, misschien moet ik het ook maar eens een keer uh, gaan uitproberen, wat het nou is als je dan zo'n zo zware deken, wat 10% van je lichaamsgewicht of zo uh, ja. is het dan dat ja. dat op je ligt, of dat nou ja, of, dat, of je dan nou ja, beter slaapt. Ja, ja, ja het, het moet het gevoel geven van uh, geknuffeld te worden eigenlijk. Of in, in ieder geval ingebakerd. En dus inderdaad, uh... Maar dan zeggen we nou, Guido, luister dan maar even naar het begin ja. van deze aflevering. Voordat we hier gingen zoomen. We wilden dan toch even breder trekken. Jij als uh, begeleider van uh, nou, toch ook hele serieuze en deels professionele atleten. Heb jij daar nog bijzondere uh, slaaptips of do's en don'ts die jij mensen meegeeft? Ja, dat is met name de, de um, periode vlak voor het slapen gaan, hè, uur, twee uur daarvoor. Dat je eigenlijk al mee niet meer heel druk moet zijn. Um, beeldschermwerk, uh, um, daar moet je eigenlijk een uur van tevoren al mee stoppen. En wat, wat ook heel vaak, wat ik zie, uh, ja, en dat, zou, dat kan ik bij jou ook zien, wanneer je een training gedaan hebt. En soms worden trainingen. Op een dag uitgesteld, dan valt het er tegen. En dan denk je, ja, op het eind van de dag, in de avond, ergens laat in de avond, wordt dan nog een training afgewerkt. En dan zie je in de fase hier, want dit, daar staat natuurlijk een tijdstempel uh, uh, bij. En dan zie je bijvoorbeeld dat iemand nog om tien uur een, een, een training heeft gedaan. En dan, uh, dan denk ik, ja. Maar dat is natuurlijk niet zo heel slim dan, want dat komt ook niet ten goede van je slaap. Hè? Want dan vraag ik meestal: van, Heb je nog goed geslapen daarna? Ja, het duurde wel uh, eventjes voordat ik uh, in slaap kwam. Hè? Lang, uh, nog een beetje in de, in de aanstand. <laughs> ja. Dat zijn wel dingen die moet je eigenlijk proberen te vermijden. Ben je um, dan is de algemeenheid tegenstander van avondtrainingen? Want daar, nee, dat nee, nee, dat nee, 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 dat niet. Maar nee, niet, nee, nee, maar niet te laat. Niet na tienen. Ja, want meestal, meestal, ja. Hè, als je om tien uur of om elf uur, voor twaalf uur, ergens in die periode gaat slapen, ja, dan moet je niet na tien nog uh, een, een training willen gaan doen. Ook al denk je van ja, het moet toch. Ja. Volgende dag dan. Nee, hey, wij kwamen naar nou, studies laten zien dat ook topsporters gewoon toch niet aan hun uh, uren slaap komen die ze denken nodig te hebben. Uh, laten, en nu, nu kwamen we een Australische studie onder uh, bijna 200 topsporters tegen. Nou, dat is toch wel serieus dat die uh, nou, gemiddeld genomen een uur. Minder slaap krijgen dan, uh, dan gewenst. Hoe uh, hou jij het slaapgedrag van jouw atleten überhaupt bij? Of, uh, Zoveel mogelijk wel. Ja. En echt qua, ja. qua uren en qua uh, slaapkwaliteit? Of? Dat is eigenlijk de ding weer, hè? Ja. komt die weer. Ja, voor de kijkers op YouTube, nee, maar voor de, de luisteraars ring. niet op YouTube. De Aura Ring is ja. weer in beeld. Maar die ja. hebben lang niet al jouw atleten, denk ik. Nee, nog niet. Maar ja, hoe langer ik daar eigenlijk mee werk en hoe ja. langer atleten van mij daarmee werken, moet ik wel zeggen dat het, het, het uh, vertrouwen daarin en uh, de data die je eruit krijgt, Toen. heel waardevol zijn. Nee. Ja, Weet en je, je uh, Argarmin horloge doet het ook. Ja. Die kan ook wel je slaap uh, monitoren, maar niet iedereen houdt zijn horloge om, s'nachts. Nee. Nou, ik dus nu sinds twee weken, vertelde ik eerder in deze aflevering. Dus ik krijg vandaag de verzwaaringsdeken terug. Dus ik heb nu alleen maar twee weken zonder verzwaaringsdeken. Dus eens kijken of we dan nu de komende twee weken zien... of daar meer diepe slaap in zit. Want dat viel mij op. De Garmin zegt dat ik nooit diepe slaap heb. Ja, maar dat, dat vind ik dan weer een dubieuze. Of, of je dat met, zeg maar, met die ring ook. Um, en met de Garmin. Of je uh, de slaapfases echt kunt onderscheiden. Ik ja. vind eigenlijk van belang... Dat ik weet van hoeveel uren slaap heeft iemand. Oké, okay, de kwantiteit ja. is daarin belangrijk voor je. Ja, want ik, ik, kan er nou niet, ik kan er nog niet heel erg veel zekerheid uh, van krijgen... of dat echt wel zo is als, als die ring zegt... ja, er zit remslaap zoveel en er is, uh, de diepe slaap, lichte slaap. Hè, ik heb ook wel eens dat sommige mensen dan heel veel stukjes erin hebben zitten... dat ze wakker... Ja. maar ja, ze weten echt niet dat ze wakker waren. Dat kan natuurlijk... Ja. Maar het is dan toch dat je denkt: hmm, oké. Okay. Hey, en, en hoe gebruik jij uiteindelijk die data, los van dat je in het oog houdt dat er niks misgaat? Is dan op een gegeven moment dat je een keer een, een, een berichtje of een gesprekje aangaat? Van nou, je zou wel eens wat eerder in bed mogen of zo? Ja, dat is meer, denk ik, als je gaat zien dat iemand niet goed herstelt, ja. hè, vermoeid, vermoeid gaat worden, uh, daarover ook gaat, hè, trainingen niet goed meer kan uh, afleggen. En daar zie je dus eigenlijk een, een beetje uh, een, een balans die omlaag gaat. Ja. En dan kun je gaan kijken van... ja, waar zit het dan in? Hè? Wat, waar is het herstel tekort? En dan kijk je ook naar de slaap. Ja. En dan als oh, je daar dan ook nog... De, dan ziet dat iemand gewoon minder goede slaap... minder uren slaap heeft... Ja, dan kun je natuurlijk wel zeggen... daar moet je gewoon meer aandacht aan besteden... want daar zit gewoon, heb je gewoon een tekort. Dan heb je een haakje met elkaar om te, ja. te gaan. Ja. ja, ja, ja. En vaak kun je daar ook wel naar gissen... Maar ja, als je dan toch, dit soort dingen die, die data kunt verzamelen vrij makkelijk. Is dat toch wel heel handig en waardevol. Ja. Uh, ik uh, vertelde aan Gerrit dat uh, ik, uh, de, volgens de cijfers ongeveer uh, 1 op de 10 volwassen Nederlanders uh, slaapproblemen heeft. Uh, ja, Heeft 1, van, uh, 1 op de 10 atleten bij jou een. Uh, <laughs> Heb jij een representatieve slaapprobleem? En hoe ga je. Nee. Ik, heb zo, nee, ik heb sowieso geen representatieve uh, <laughs> groep, dat denk me ik. Duidelijk, ja. Want al die gasten hebben gewoon een hogere VO2-max... dan ja. de gemiddelde van de bevolking natuurlijk. Ja, Lager dus ja, vetpercentage ook. Een, eh, ook ja, ik maar worden, je, ik maak ze natuurlijk wel moe. Ja. En als dat, dat, nou, dan, oh, gaan... dat wilde ik ook zeggen. Want inderdaad, uh, ik had op een gegeven moment de week... en slapen, jongen, en slapen. Maar ja, dat is natuurlijk ook... Ik ben opeens, wat is het nu? Zeven uur in de week aan het hardlopen. Hè? Dan wil je ook wel slapen. Ja, maar dat is het, weet je. En dat moet je dan ook. Ja. Kijk, aan, ik kan aan de ene kant natuurlijk meer trainingen gaan geven. En dat kun je zelf, als je de luisteraars die zelf hun eigen schema gaan uh, uh, groter, of, of de ja. belasting groter gaan maken en, en meer gaan trainen, die moeten aan de andere kant ook ervoor zorgen dat het herstel beter wordt en meer wordt. Want daar moet je ook meer tijd in stoppen dan. ja. ja. Hey, dan nog één. Uh, je zei niet s'avonds laat trainen. Wij kwamen ook even die triatleten die je op een gegeven moment na 14 uur in de week moeten zoeken. Want ja, je moet toch twee sporten op een dag. Die gaan dan uh, lekker vroeg eruit. Vijf uur, half zes, zes uur. Ook ja. omdat het zwembad dan uh, voor ja. ze vrij is. Het vroege zwemwater. Ja. Hoe, hoe kijk ja. jij daar naar? Ja. 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 ja, dan moet je vroeg naar bed. Ja, dat, dat hoort er dan ja. bij. Ja. ja, weet je, dan leg je om negen uur in je bed. Ja. Dan ja. haal je nog steeds uh, zeven uur of acht uur, hè? En dat doen jouw atleten dus ook, jouw triatleten. Ja. Een serieuze triatleten. Ja. ja. Als ze vroeg moeten gaan zwemmen, wel. Ja. Ah, okay. Ja. ja. Helder. Mooi. Nou, de verzwaringsdeken. Het is een fascinerend onderwerp. Het blijft een beetje bij empirisch geëxperimenteerd ja. tussen onszelf. Want tussen toch een paar mooie tips en tricks over slapen en trainen en slapen hier uh, opgepikt. Uh, nog twee weken tot ja. Rotterdam. Dus uh, ik zal ook maar eens even goed uh, gaan goed slapen. Goed slapen. Nou ja, die deken <laughs> krijg je dus, vroeg, uh, vroeg naar bed. Ja. Ja. En uh, maar, goed uitrusten. Kun je ook niet een paar zandzakken gewoon op je deken leggen dan? Ja, ergens wel. Want het idee is dat ze gevuld zijn met iets zwaars. Zoals zand of hele kleine uh, korreltjes van uh, ja. glas of iets dergelijks. Het is ja. dan weer minder uh, bewegend hè, als je jezelf een keer omdraait. Maar uh, als je wilt... Nee, je mag de mijne trouwens niet lenen. Misschien hebben we wel uh, iemand die jou een, uh, een verzwaaringsdeken cadeau wil doen, uh, Guido. Nou, dat is nou even een mooi haakje. Dus iedereen die zegt, nou ik ken of ben wel iemand die uh, wat verzwaringsdekens uit te delen heeft. Dan kan je ons bereiken via een aantal manieren. At Slimmer Podcast op uh, Twitter en Instagram. Maken wij van iedere aflevering een post die je op Twitter kan retweeten. Waar je op Instagram heel veel hartjes aan kan geven. En die je natuurlijk ook uh, waar je op kan reageren op Instagram. Of je gaat naar onze website www.slimmerpodcast.nl Daar vind je van iedere aflevering een post. Daar kun je uh, ook op reageren en die kun je delen. Weet je wat je ook op onze website vindt, Jurgen? Uitnodigen voor de event? Ja, een webshop. En daar kun je tickets bestellen. Jazeker. En uh, er zijn maar uh, 100 plaatsen te verkrijgen. Want ja, 100ste aflevering, 100 vrienden van de show. Dus uh, ga er snel heen. 21 mei, zaterdagochtend 21 mei, komen we bij elkaar met 100 vrienden van de Slimmer Presteren podcast. Een mooie themaaflevering gaan we maken. We gaan samen lunchen, samen sporten. Een topdag. Ben je er ook bij, Guido? Ja, ja. Leuk. Ja, oké, okay, Jurgen. Zeker. Ja, en uh, de eerste aanmeldingen zijn al binnen, dus blijf dat doen. Als je het nog niet gedaan hebt, bestel gelijk ook even zo'n leuke uh, Slimmer Sferen Sportshirt. Dan loop je er helemaal puik bij die dag. Hé, hey, en uh, je kan ook mailen: hè? post slimmerpodcast.nl voor uh, al je vragen, zorgen, aanvullingen en ideeën voor toekomstige afleveringen. Net zoals Hans Luydijk deed over deze verzwaringsdeken. Dank je, Hans. Tot zover. Dank je wel, Guido. Hoi. Hoi. Hoi, Joge, hoi. Tot volgende week. Hoi, hoi. Hoi. Nog even goed om te weten: wij ontvangen zowel financiële als materiële ondersteuning van een aantal commerciële partners. Deze partners hebben op geen enkele wijze invloed op de inhoud van onze podcast.